We staan hier in de Bellostraat. Wat is dit? Wat gebeurt hier? De Bellostraat is een van de nieuwbouwprojecten van Idealis. Een nieuwbouwproject met 149 studentenkamers. Sinds 1 april zijn de kamers bewoond. En vandaag vieren we een feestje om eigenlijk de oplevering en de bewoning van dit prachtige complex te vieren met de bewoners samen. Wat was dit voorheen voor een terrein? Moet ik even heel erg in mijn geheugen duiken. Ik heb begrepen dat op deze locatie vroeger de Panterijn MAVO heeft gestaan. Ja. Voor heel veel Wageningen is bekend inderdaad als de Nobel MAVO. Ja. Wat is het bijzondere aan dit project aan de Bellostraat? Het bijzondere aan dit project op de Bellostraat is dat het een gemaleerd complex is. Met zowel eengezinswoningen waar 5 studenten met elkaar wonen. Een gestapeld gebouw waar 69 hele ruime kamers in zitten. Waar de studenten hun eigen voorzieningen hebben. Verder is heel bijzonder aan het gebouw dat het heel duurzaam gebouwd is. Er liggen overal zonnepanelen op de daken. Het is goed geïsoleerd. Van alle comfort voorzien. Zijn ze ook betaalbaar? De kamers zijn zeker betaalbaar. Als ik ook kijk naar de belangstelling die er voor de kamers was, die was super, super groot. De onzelfstandige kamers waren echt in no time verhuurd. Daar konden de bewoners zich als groep aanmelden. En daar was een gigantische overinschrijving. Ook de zelfstandige eenheden, de verhuurder van, dat ging vlot. De bewoners van de zelfstandige eenheden hebben ook nog het geluk dat ze ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Wat de betaalbaarheid van de kamers weer beter maakt. Bellostraat. Waar komt die naam vandaan? De Bellostraat is de naam van het treintje, veel Wageningen zullen dat nog weten. Bello is de naam van het treintje dat vroeger tussen Ede en Wageningen reed. Dit trein die kwam langs deze locatie. Dus op het moment dat wij na moesten denken over een naam voor de straat, of eigenlijk de gemeente een straatnaam moest bedenken, toen hebben wij de suggestie gedaan om het Bellostraat te noemen. Corine, stel je voor dat het aantal studenten in Wageningen terugloopt en er ontstaat studentenleegstand, zou ik maar zeggen. Hoe kijkt Idealis daarna? Nou, op dit moment is er niet de verwachting dat er een terugname, aantal studenten zal komen. De universiteit is het afgelopen jaar aan het groeien en blijft groeien. Maar het is wel het beleid van Idealis om, als wij nieuwbouw neerzetten, het zo mogelijk flexibel te bouwen. En wil zeggen dat het ook voor een andere doelgroep geschikt moet kunnen zijn. Bij de Bellostraat is dat heel goed gelukt. Als je om je heen kijkt, dan zie je eengezinswoningen. Eengezinswoningen waar dus nu 5 studenten wonen. Maar die woningen zijn prima weer te verhuren of te verkopen aan reguliere gezinnen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier aan de Bellostraat te gaan wonen? Ja, we kregen te horen dat hier een nieuwbouwcomplex zou komen. We waren eigenlijk met z'n allen op zoek naar een nieuwe woning. En daarom hebben we besloten met 5 studiegenoten samen hier gezamenlijk te gaan wonen. Hoe comfortabel is het hier? Ja, het is naar onze wens. Wij zouden niet, wij hadden het niet slechter verwacht of niet beter verwacht. Ja, wij hadden zo verwacht zoals het is. Vertel eens iets van hoe het eruit ziet van binnen. Ja, het is heel netjes. Het werd netjes opgeleverd. Alle de openbare ruimtes waren gewoon geschilderd en klaar. Alleen je eigen kamer moest nog verzorgd worden. En de keuken, alles was netjes. De openbare voorzieningen waren perfect. Ik hoef geen bedrag te weten hoor, maar is het betaalbaar voor jullie? Het is betaalbaar, maar het is niet. Het is bovengemiddeld, zal ik zeggen. Maar jullie zitten er heel relaxed bij, het bevalt wel goed geloof ik hè? Het bevalt zeker goed. Oké, dankjewel.